Mark van Ooyen, bestuurder bij PSW in Roermond, is gehandicaptenzorg. Ook toezichthouder bij een woningcorporatie. Je promoveert op toezichtdynamica, een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van raden van toezicht in de gezondheidszorg. Dat klopt. Wat is je voornaamste conclusie? De voornaamste conclusie is dat als je inzicht hebt in twee variabelen, namelijk vertrouwen en afstand, dat je dan het gedrag van raden van toezicht kunt verklaren en zo mogelijk ook kunt voorspellen. Leg uit. Vertrouwen en afstand. Okay. Zijn twee variabelen. Nou, vertrouwen, dat betekent eigenlijk, heb ik als toezichthouder vertrouwen in de mogelijkheid van de bestuurder om de organisatie te brengen waar ze wezen moet. En ook in de manier waarop de bestuurder dat doet. Dat geeft is het gevoel van vertrouwen. Afstand wil eigenlijk zeggen, ben je bereid als toezichthouder, of wat moet er gebeuren voordat je als toezichthouder dichter naar de bestuurdersstoel gaat? Dus wat is jouw opvatting, je taakopvatting van toezichthouder? Is eigenlijk de keuze tussen van afstand toezicht houden of het er dicht op kruipen en een beetje mee gaan besturen? Ja, dat is de variatie in die variabelen inderdaad. Maar dat ligt heel erg aan de opvatting. Kijk, de opvatting op dit moment is dat de Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht moet afstand houden. Dat hoor je alle toezichthouders in die case studies die ik heb gedaan ook zeggen. Alleen als het spannend wordt, is het de vraag of die toezichthouders op afstand blijven, of dat ze het toch zo spannend vinden worden dat ze langzamerhand, maar vaak langzamer zeker, meer gaan sturen. Ja, en dan neemt het vertrouwen af en dan kruipen ze er dichterbij en dan gaan ze toch mee besturen. Dat is dan de valkuil, zou je kunnen zeggen? Ja, ik denk dat dat de grootste valkuil is op dit moment. Je merkt dat steeds meer raden van toezicht en ook zeg maar in de publieke opinie vindt dat die raden van toezicht op de grote afstand staan. Ik denk dat de grootste valkuil is dat het weer de andere kant opslaat. Dus dat er toezichthouders veel meer weer gaan zeggen wat de bestuurder moet doen. En dan neemt die spanning tussen bestuur en toezicht weer toe. Heb je ook een advies aan bestuurders en toezichthouders hoe ze die valkuil kunnen omzeilen? Ja, op dit moment merk je in de gesprekken die ik ook gehad heb met die toezichthouders dat ze zich heel erg bewust zijn van die afstand. Maar ze zijn zich veel minder bewust van het belang van vertrouwen in die relatie. Dat geven ze desgevraagd ook aan, dat ze zeggen, ja, we hebben het eigenlijk nooit over dat vertrouwen in elkaar. Want op het moment dat dat op tafel komt, dan kan dat heel snel de indruk wekken dat er sprake is van te weinig vertrouwen. En dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Dus een van de adviezen is om te kijken hoe je dat onderwerp beter, maar wel standaard bespreekbaar maakt. Omdat als je voelt als toezichthouder dat je er toch wat minder vertrouwen in krijgt, dan zou het heel goed zijn om dat met elkaar te delen en ook met de bestuurder van, ja, waar ligt dat nou aan, waar komt dat door? Ja, en dat is eigenlijk nog een taboe om het ter sprake te brengen, begrijp ik. Ja, en het taboe zit hem vooral erin dat men bang is, dat geldt zowel voor bestuurders als voor toezichthouders, dat als het ter sprake komt, ja, dat het wel eens zo kan zijn dat er te weinig of afnemend vertrouwen is. En wat kun je daartegen doen? Toch maar gewoon bespreken? Ja, dat zou het beste zijn, maar de vraag is of je daarmee redt. Hè? Dus het is een van de aanbevelingen voor vervolgonderzoek van hoe kun je dat nou zodanig bespreekbaar maken dat het niet bedreigend wordt. Want dat is wat op dit moment zeg maar vaak speelt. Oké. Je hebt 3 raden van toezicht lang gevolgd, bij alle vergaderingen geweest. Ja. En daar bleek dat toezichthouders eigenlijk wel op zich genoeg vertrouwen hadden en ook op afstand bleven en dat het toch misging. Ja. Ja, als je kijkt naar hoe het proces in de praktijk verloopt, dan is het eigenlijk zo dat dat een standaardpatroon heeft. En 90% zeg maar van de tijd in die vergaderingen is het eigenlijk zo dat de bestuurder leidt een agendapunt in. En vervolgens gaan toezichthouders individueel vragen stellen aan het bestuur. En dan krijg je een interactie tussen de individuele toezichthouder en het bestuur. En als je kijkt naar vertrouwen en afstand, dan is dat eigenlijk een typering van veel afstand en veel vertrouwen. Dat noem ik in mijn proefschrift ook eigenlijk de natuurlijke toestand. Dus normaal gesproken is dat aan de hand. Alleen op het moment dat het vertrouwen wat aan het afnemen is, bijvoorbeeld doordat toezichthouders zich onvoldoende geïnformeerd voelen, of dat er toch heel veel onverwachte dingen gebeuren, ja, dan gaan ze anders reageren. En dat is niet altijd merkbaar. Dat heb ik ook gemerkt in een van de case studies. Daar was
eigenlijk leek er weinig aan de hand te zijn. En toch vrij plotseling werd een van de bestuurders werd ontslagen. En we hebben dat niet aanzien komen. Ik als onderzoeker niet, maar de toezichthouders eigenlijk ook niet. Dus we hebben achteraf gereconstrueerd waar heeft dat nou aan gelegen. En dan zie je wel dat er steeds meer vragen kwamen over een onderwerp. Dat er ook steeds meer een gevoel kwam van ja, dit zit niet helemaal goed. Maar dat dat gevoel niet gedeeld werd. Dus het aantal vragen nam toe, de kritische noten namen toe. Maar er werd niet zeg maar meta gecommuniceerd van wat er is er nu eigenlijk aan de hand. En we hebben het heel erg over de inhoud, maar eigenlijk gaat het over iets anders. Namelijk het vertrouwen. En er waren gewoon redenen waarom dat verminderd was. Nou ja, in ieder geval in de beleving van de toezichthouders was dat ja. Zo inderdaad. Ja. Ja. Ik hoor je ook zeggen, ik hoor je bijna zeggen, de toezichthouders vormen geen team. Want ze komen bij elkaar, dan is de bestuurder erbij en stellen individueel vragen. En ze stellen niet als gremium hun rijtje vragen samen. Ja. Nee, een van de stellingen is inderdaad, de Raad van Toezicht is geen team. En daar is veel voor te zeggen, want als je kijkt, de gemiddelde Raad van Toezicht komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. En zo'n vergadering duurt ongeveer 2,5 uur. Dus een raad van toezicht ziet elkaar 15 uur per jaar, gemiddeld. En het is ook nog eens een keer zo dat in die vergadering, daar zit de raad van bestuur altijd bij. Dus er is niet sprake van een onderlinge dynamiek tussen die raad van toezichtleden. Want de bestuurder zit er altijd bij. Sterker nog, de dynamiek in die vergadering is een dynamiek tussen raad van bestuur en individuele toezichthouders. En zou de Raad van Toezicht wel een team moeten zijn? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij, ja, je kunt daar twee dingen van zeggen. Aan de ene kant hoeft dat niet. Omdat ook in de huidige situatie is het echt wel zo dat toezichthouders best kritische vragen stellen. Het punt is als het spannend wordt, hè, dus als het systeem onder druk komt te staan, het gaat niet goed met de organisatie of er zijn te veel onverwachte gebeurtenissen, ja, dan is het de vraag wat er gebeurt. En als de Raad van Toezicht op dat moment geen team is, dus een beetje los zand, mensen weten niet wat ze aan elkaar hebben, ja, dan is de uitkomst van het proces ongewis. Dus ook voor de bestuurder. Dus dat zou ervoor pleiten dat in ieder geval een Raad van Toezicht wel meer team moet worden dan nu. Ja, welke aanbeveling hebt u ervoor? Nou, een belangrijke aanbeveling is dat de Raad van Toezichtleden elkaar vaker en meer moeten zien. En niet alleen in de formele settingen. Het is dus heel belangrijk, denk ik, dat toezichthouders naar veel informele bijeenkomsten gaan van de organisaties. Zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, maar ook andere gelegenheden om te voelen een beetje van ja, hoe gaat het in deze organisatie? Hoe gaat een bestuurder ook om met medewerkers, maar ook met zijn cliënten? Ja, en voelt dat goed? Krijg je daar ook goede reacties op van de organisatie? Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik heb toch 6 jaar zeg maar, aan het onderzoek gewerkt. En dan zit het 6 jaar lang in je computer. En als het dan zeg maar, in boekvorm is, dan heb je toch echt iets tastbaars. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.